Een man van 30 hoorde zich door het Assisehof veroordelen tot 21 jaar opsluiting. Hij versmachtte zijn 15 maanden oude zoontje Toby in bed. Het was niet de eerste keer dat hij het kind mishandelde. Toby was amper 2 maanden oud toen zijn vader hem al een schedelbreuk sloeg. De dokters vermoedden toen al dat het om kindermishandeling ging. Maar helaas gaven ze de man het voordeel van de twijfel. Toby was een moedig kereltje dat goed op weg was om te herstellen van de zware letsels. Maar hij heeft de ongelijke strijd met zijn brutale vader verloren. De buitenwereld vermoedde wel dat hij zijn vrouw en 2 kinderen brutaliseerde. Soms liepen ze rond met blauwe plekken. Buren hoorden vaak kabaal en pijnkreten. Dokters dachten in het geval van Toby aan kindermishandeling. Maar niemand greep in. "We hebben hem nooit zien slaan," was het meest gehoorde excuus. Niet alleen Toby werd met harde hand opgevoed, ook zijn zusje Sabrina, nu 6, had regelmatig blauwe plekken op armen en benen. Het ging zelfs zo ver dat hij zijn dochtertje beet als ze niet gehoorzaamde. Een buurvrouw zag hoe hij haar in een opblaasbaar zwembadje in de tuin kopje onderduwde. Het meisje schreeuwde moord en brand. Dat was zijn manier om haar aan het water te laten wennen. Een kennis was erbij toen hij met Sabrina in de reiswieg op café ging. Toen het kind van honger begon te wenen, gaf hij haar een paar kletsen op haar billen. Ze was toen 5 of 6 maanden oud. Sindsdien wilde ik niets meer met hem te maken hebben. Blijkbaar kon hij zich alleen maar weren tegen kleine kinderen. De advocaat stelde ook de maatschappij mede verantwoordelijk voor het drama. Iedereen wist wat er gaande was, maar niemand greep in. Ook de dokters van het ziekenhuis niet. Ze hadden naar het parket moeten stappen. Ze hadden mijn cliënt therapie moeten laten volgen. Dan was dit allemaal niet gebeurd.